kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspellingen. Goed jongens, we gaan het lekker weer voor deze week lekker de wedstrijden voorspellen. Dus gaan we eens even lekker zien hoe goed dat we het vorige week hebben gedaan. Qua punt Champions League en Europa League en de Conference League natuurlijk. Gaan we eens eventjes bekijken. Goed, we gaan even snel doorheen van vorige week maandag. 2-0-2-2-0-0-7-5 Champions League, kijk daar begint het al. 2-7 allemaal 0, hier 5, hier 7, hier 6 punten. 0-5-2, hoppa, hier 10 punten. Midtjylland tegen Ludogorets Razgrad 1-1. 0-5-0, 10 punten. Omdat ik de eerste doelpunten maak, is goed dat hier 5-7-5-0-2. 10 punten. 10 punten. En als Moura tegen Vitesse het werd uiteindelijk 0-2. En ik heb ook voorspeld 2-0. 0-0. 10 punten voor rangstige Olympique Lyon. 0-0-7. Dat is ook goed. 0-2-7. En hier 0-5-2-2-2. 0 punten. 0 punten. In de eerste divisie 7. 2, 5, 6. Nou, dat is ook goed. 6 punten er toch wel weer bij. 7, 5, 0, 0. Eredivisie. 7, 0, 7, 2. 12 punten. PEC Zwolle geen scoren. Dus dat is goed hier. 12 punten. Geen scoren. Dat klopt. PSV Feyenoord 0, 4. Goh. 2 punten. En hier uiteindelijk toch wel voor helaas 0 punten. Goed. Dan gaan we door met de komende week. Goed. Ja, die was afgelopen maandag. Gisteren. Maar ja, dus hebben mij vandaag een belangrijke video vandaag opnemen. Oh, en deze natuurlijk. Ja, dat klopt. KVB week, dat doen we niet. Ja, dat is niet voor die amateursclubs allemaal. Of ja. Tweede divisie. Goed, dan gaan we het hier weer over vrijdag. 9 wedstrijd. ADO Roda. Dat is een ja, mooi hè. Maar ik denk toch dat ADO gaat winnen. Met 2-1. Almere Dordrecht, dat wint. Almere de Graafschap. Jong Utrecht. Ik denk 2-0 voor de Graafschap. Excelsior wint. Eindhoven tegen NAC. Ik had toch voor 1-2. Emmen Den Bosch 2-0 voor. Ah, laten we 2-1 doen. Telstar Jong AZ. Ik ga toch voor 1-0 voor Jong AZ. Top Os Volendam. Ja, Volendam is gewoon nog prima hier. Maak ik er wel 3-1 van. Dan gaan we het op zaterdag. Wim 2 PSV, ja. Hij weet niet zo goed. Wim 2 is de laatste tijd toch best wel goed. Maar hij gaat toch voor 2-1 voor PSV. Ajax Groningen 3-1 voor Ajax. Tweede door Vitesse, Feyenoord 3-0. Utrecht wint ook met 2-0. Sparta Cambuur. Ik zeg 1-0 voor Cambuur. AZ wint wedstrijd met 3-0. Heerenveen. Ik zeg 2-2. Heracles RKC 1-0. Goed. Slaan we dat op. En dan gaan we kijken. Volgens mij moeten we weer tijd voor, ja, zie je, Champions League. Dat hoort er ook. Oh, maandag is het Jong Ajax MVV. 1-1. Ja, zie je, dus dan moeten we ook nog allemaal. Nu gaat even 2-0. Paris tegen Manchester. Oeh. Exact 3-3.
2-1. 0-2. Borussia Dortmund wint met 3-0. Real Madrid ook 4-1 denk ik. 2-0. Zenit 2-0. Barcelona wint met 2-1. Bayern München wint met 2-0. Manchester United wint ook met 1-0. En Wolfsburg tegen Sevilla. Ik zeg 1-0 overwinning. Goed. En hier reinigen we in 2-2. Europa League 4-0. Vierde ronde. Toch? Oh ja, dat is gewoon de tweede speelronde van de groepsfase. Dat is eigenlijk gewoon de tweede ronde in moeten doen. Goed. Dat was in ieder geval voor de Champions League. Dit was Europa League. Dit is voor de Europa League. Sparta Rangers. 1-1. 2-1. Hier zag ik toch voor 1-1. Ik denk dat nu wel PSV gaat winnen. 1-2. 2-1. 1-1. 2-2. Ja, ik ken die clubs niet helemaal goed. Goed. Dus weet je, ik vul wel wat in, hè. Gent, ja. Ja, dit is voor de Conference League. Goed. Dat kunnen ze niet allemaal. Dan zet ik gewoon op 2-0. Pook win met 1-0. Goed. En dan is het weer voor Europa League. Tegen 2. Hier gaat het voor 1-3. 2-2. 1-3. 3-0. Goed. FC Union Berlin voor de conferentie donderdag. Ik zeg 2-1 voor Feyenoord. Kopenhagen wint met 1-0. Cool. Ja, alleen tot hier doen we het. Vitesse ook maar met 2-0 overwinning. 3-1. En uiteraard 2-2. Goed, doen we dit volgende week. Deze hier. De vrijdagen. Goed, dus dat was hij. Alleen gaan we nog. Oh, we moeten hem natuurlijk eerst. We gaan naartoe. Ik wil hem graag opslaan. Goed, hier opslaan. Goed, 48. Niet alle voorspellingen zijn ingevuld. Ja, dat weet ik. Kijk, ik doe dit bewust. Want als er bij mij, ja, ik speel deze woensdag en dan zijn uiteraard deze wedstrijd hier. Ja, dan zijn de dinsdagen wedstrijden al gespeeld. Dus daarvoor. Goed.
pools. Hoeveel sta ik? In de Champions League sta ik op de 5371ste plek van de 12.000. Conference League 1342ste plek. Aantal deelnemers 2246. Eerste divisie 806. Ben ik ook omhoog gegaan. Dus dat is mooi. En Eredivisie ben ik ook omhoog gegaan. Sta ik nu op de 2715e plek. En ik stond eerst 7000ste. Europa League sta ik op de 1766 plek. Ik heb dus 65 punten. Goed, dus ik heb 41 punten in de Champions League. Conference League 47. En dan uiteraard Eredivisie plus 7. Dat zal van afgelopen maandag zijn. Eredivisie 42. En de Europa League heb ik 65 punten erbij. Goed, in totaal met alles bij elkaar sta ik op de 843ste plek en dan heb ik 1909 punten, dus bijna 2000. Goed, ik ga het hier zo belaten, jongens. Wij zien elkaar in ieder geval gewoon weer volgende week weer terug. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot volgende week dan weer, jongens. Mazzel!